Maar we beginnen met Patrice Snijders en Danny Koblenders bij de start van de eerste klasse mensproef. Hij komt uit in de groep A. En hier zien we de start van René Verrijd en Georges Billard in de Toyota Celica GT4. De auto die het zo goed doet in het wereldkampioenschap. En dan de Mitsubishi Galant VR4 van Mark Timmers en Theo Ullens, de leider in het groep N kampioenschap in België. En hier met nummer 3, Marc Soulet. Op dit moment op de tweede plaats in het Belgisch kampioenschap. En hij rijdt ook met een vierwiel aangewezen. Dreven Ford Cosworth. En over iets, begin van de rally. En Thierry en Prevot. Ook zij gingen goed aan het begin van de rally. En dit is Bruno Thierry met zijn Cadet GSI, de 16 kleppen versie. De Finn in het startveld, Kitoleto Kapanen met de Cadet GSI. En Jean Melissen met de Ford Sierra Cosworth, de leider in de groep N. En deze rijdt op de tweede plaats, of derde plaats in de groep N. We gaan naar Münster met de nummer 12 op een Corsa GSI. En Gignard Magnet. En daar zien we een van de boxy-auto's. En het woord gaat dat Robert Roogmans daar teammanager is geworden. Voor dat BMW-team. Verrijd en Billard met de Toyota nog steeds heel erg goed gaand. Maar nog steeds de Snijders en Kolenbunders die aan de leiding gaan. Daar zagen we de man die op de derde plaats was op dit moment. Bruno Thierry. Hij ligt op dit moment op de vierde plaats. En op dit moment al 7 minuten achter deze man. Snijders met zijn Ford Sierra Cosworth. Deze op de tweede plaats nog steeds. In de groep A was het niet echt spannend. Het was duidelijk weglopende Snijders en Kolenbunders. Maar in de groep N was het wel spannend. Dit is de nieuwe leider, Melissen. Met de Ford Sierra Cosworth. En deze man ligt op de 16e plaats met startnummer 16. Robert Roogmans, dus de teammanager van dit team. En het is toch een beetje vreemd dat de Europese kampioen van vorig jaar niet een eigen auto heeft voor dit jaar. Geld niet gevonden. En het is toch een beetje vreemd. Nog steeds geen problemen voor de auto met startnummer 1. Snijers en Kolenbunders. Verrijd en Billard nog steeds op de tweede plaats. Een gemengd terrein in deze Haspengouw rally. Onverharde wegen die afgewisseld worden met verharde wegen, asfaltwegen. Thierry met zijn snelle Opel Kadett GSI, de 16 klepper. Tweewiel aangedreven auto heeft toch een verrassing dat hij de vierwiel aangedreven auto's goed bij kan houden. Magnet met de BMW. En daar Münster weer met zijn GSI. Zijn Opel Corsa GSI. En hier gaat hij, verremt hij zich een heel klein beetje. Geen probleem, dat gebeurt wel meer. Het kost natuurlijk wel een paar seconden, maar hij bleef in ieder geval uit de greppel weg. Dit is een man uit Finland met startnummer 9, Kitoleto. Hij had veel van hem verwacht, juist omdat deze Haspengouw rally veel onverharde wegen kent. Deze man nog steeds onbedreigd aan de leiding. Snijders en Kolenbunders. Groep N nog steeds heel spannend, maar het was een uitgemaakte zaak in de groep A. In deze 20e editie van de Haspengouw rally in België. Het
natuurlijk meetellend voor het Europees kampioenschap en voor het Belgisch kampioenschap. Marc Soulei op dit moment 3 minuten achter. En deze man zit dan op zijn staart, Bruno Thierry. Jean Melissen nog steeds die de groep N aanvoert. Daar hebben we Marc Soulei weer. Hij moet 3 minuten goed maken op Verriet. Hier hebben we Verriet met de Toyota Seneca GT4. En met nog een paar klassementsproeven te gaan, gooit hij het gas helemaal open om te proberen alsnog deze man in te halen. Maar die antwoordde met gewoon wat meer gas ook. En hij kon er echt niet bij komen. 2 minuten en 45 seconden was de voorsprong. En uiteindelijk dus gewonnen door Patrice Nenners en Danny Colbundes. Dus